Ik ben Loes Geurts, ik ben 31 jaar, ik ben keeper en ik heb bij PSG gespeeld afgelopen seizoen. Wat is je favoriete bordspelletje? Koning van Catan. Bam, die kwam er echt bam uit. Ja. Ja, dat vind ik heel leuk. Wie was je idool? Edwin van der Sar. Rustig, ja? Goede keeper, geen gekke dingen, altijd goed. Wel, je was één dag Sarina Wiegman. Mm-hmm. Wat zou jij doen? Mezelf opstellen. Hey. Mijn favoriete boek is... Neem een geit. Van Claudia de Breij. Pas gelezen, dat vond ik heel leuk. Wat is jouw meest favoriete nummer uit de jaren 90? Het is een nacht, Guus Meeuwis. Wauw, die had ik nooit van jou verwacht. Nee, hè? Wauw. Het is een nacht. Juist. En dan ook een... normaal alleen in film zit. Met welke Oranje Leeuwin zou je niet een nacht willen doorbrengen in de cel? In de cel? Ja. Kelly Zeeman. Yes. Kelly Zeeman? Ja, te veel grappen denk ik. Kom niet meer bij. Wat is het mooiste moment wat je tot nu toe hebt meegemaakt bij Oranje? Kwalificeren voor het WK. Altijd de waarheid moeten vertellen, mm-hmm. Maar dan ook echt altijd, mm-hmm. Of altijd moeten liegen? Oef, ja. Altijd de waarheid. Altijd de waarheid. Ja. Hoe zie ik eruit? Best oké. Welke Oranje Leeuwin legt het altijd tegen je af wanneer het aankomt op 1 tegen 1? Ik denk dat iedereen wel eens gescoord heeft. Maar wie denk je als je uitloopt, denkt, oh, die komt op me af. Ah joh, kan ik gewoon. Die heb ik. Die heb ik. De laatste die in mijn geheugen staat, is die van Vief. Oeh, Fifianne Minima. Die komt er gewoon niet langs. Wat is het gekste wat je ooit in je leven gedaan hebt? Ik heb het niet bewust gedaan, maar mijn broers gooiden me vroeger een keer over de sloot om de bal te halen. Ja. Dat was wel heel gek. Dat ging helemaal goed, dat is helemaal geen probleem. Maar ik vond dat wel heel cool, dus dat heb ik soort van wel gedaan. Heb je daar die vliegende beweging? Nou, misschien. Wie weet. Maak maar af. Lieve Sarina, als je mij opstelt dan... Gaan we meteen kijken.